Paul Hendriksen, Transition Town Deventer, voorzitter van Transition Town Nederland, kan ons denk ik een leuk achtergrondverhaal geven waarom het belangrijk is om in verbinding samen dingen te organiseren. Een hartelijk applaus voor Paul Hendriksen. Samenwerking is een thema waarbij improvisatie een heel belangrijk element is. Dit plaatje spreekt mij erg aan als het gaat om samenwerking, omdat samenwerking niet iets is wat zich beperkt tot Tilburg of een buurt in Tilburg, maar in feite iets is wat een mondiaal verhaal is. En ik vind het altijd fijn om daar even bij stil te staan, omdat de planeet Aarde vanuit de ruimte gezien ons echt eventjes met de neus op de feiten drukt, dat we er maar één zo'n plek hebben en dat het een bijzonder kwetsbaar balletje in dat grote niets is. Transition Towns, om even daarmee te beginnen, focussen op datgene wat mensen wel willen. En het is een beweging van onderop, dus dat betekent dat het niet gaat over wat de overheid wil, of wat het bedrijfsleven wil, of wat de Verenigde Naties willen. Het gaat over datgene wat mensen in buurten en straten willen. De mensen die aan de slag gaan, die zelf aan de slag gaan, in plaats van te wachten totdat ze gered worden, of totdat de overheid vertelt wat ze het beste zouden kunnen doen. Mensen die daar niet op willen wachten. Dit plaatje keren we binnen Transition Towns graag om. Met al elementen van het hier en nu. Hè, dingen die we graag willen behouden omdat we er gewoon blij mee zijn. Maar ook elementen die gaan over een langzamer leven. Een meer ontspannen leven. Een schonere omgeving. Een socialere omgeving. Het is een beweging die is ontstaan in 2006. Nog een tamelijk jonge beweging. In Totnes in Engeland. En is inmiddels wereldwijd gegaan. Dit is eigenlijk het belangrijkste kenmerk. Dat is een ander soort benadering dan van de samenleving dan wat we kennen. De overheid zegt een beter milieu begint bij jezelf. Dat is helemaal gericht op het individu. En dat is prachtig. En je kunt een hele hoop thuis doen. Je kunt je huis isoleren. Je kunt je voedingspatroon aanpassen. Je kunt dichterbij op vakantie gaan. Je kunt van alles nog wat doen. Maar als je buren tegelijkertijd twee keer per jaar nog steeds naar Ibiza vliegen, dan kun je als individu wel eens denken van, waar doe ik het allemaal voor? Die frustratiefactor, die verdwijnt op het moment dat je ziet dat je met z'n allen wel degelijk een deuk in een pakje boter kunt slaan. Ik weet niet of jullie vroeger zo'n poppetje hebben gehad. Geef er een zet tegenaan en dan gaat hij zo en zo en zo, totdat hij weer rechtop staat. Dat heet ook wel veerkracht. Het gaat niet alleen om een handigheidje, veerkracht is ook wezenlijk iets anders in de zin van dat we ernaar streven om lokaal de samenleving weer veerkracht terug te geven. En dat gaat wat verder dan duurzaamheid. Het gaat niet zozeer over het rijtje people, planet, profit. Het gaat erom dat we ervoor zorgen dat de samenleving bestand is tegen de impact van een aantal zaken, een aantal crisis, zo je wil. Die eraan zitten te komen of waar we eigenlijk al middenin zitten. Klimaatverandering is niet een theorie, het is praktijk op heel veel plekken. Een ander ding wat aan het veranderen is, dat gaat over fossiele brandstoffen. Het zwarte veld is wat er op dit moment wordt geproduceerd aan olie. Als we even de lijn naar pakweg 2010 even volgen, dan zie je dat we nu op zo ongeveer het moment zitten waarop die zwarte aan het dalen is. Dat wil zeggen dat de feitelijke, goedkope, makkelijk winbare olie aan het opraken is. En dit verhaal moet je afzetten tegen een toenemende vraag aan energie wereldwijd. Met name olie, want onze hele samenleving drijft letterlijk en figuurlijk, in elk geval figuurlijk, op de olie. Even een voorbeeldje te noemen. Nou, deze heeft een hele reis gemaakt. Waarschijnlijk komt hij uit Spanje. En hij is gekoeld, getransporteerd, et cetera. Hij is verpakt in een olieproduct. Maar er is zoveel aan te pas gekomen aan energie dat je letterlijk kunt zeggen van hier zit heel veel fossiele energie in. De hoeveelheid calorieën die het kost om uiteindelijk calorieën aan energie binnen te krijgen, is een verhouding van 10 staat tot 1. Dat wil dus zeggen, er gaan 10 calorieën energie aan fossiele brandstoffen in ons voedsel voor 1 calorie energie die we eruit halen. Dit is een plaatje wat in toekomstige geschiedenisboeken zou kunnen verschijnen. Kijk, dat was het olietijdperk. Voor die tijd hebben we altijd zonder olie gedaan. En na die tijd zullen we ook altijd zonder olie moeten doen, simpelweg omdat het er niet meer is. We zijn ontzettend creatief geweest om al die olie te benutten in 150 jaar tijd
te besteden aan allerlei wonderen die we hebben gecreëerd. Van medische zorg tot transport tot noem het maar, hè, fantastische dingen. En tegelijkertijd doen we nu net alsof we geen creativiteit meer hebben om net zo creatief die afdaling in te zetten. Dit is een schema van de meest gebruikte grondstoffen die in allerlei dagelijkse producten verwerkt zitten. Met het aantal jaren wat die voorraden nog hebben, ongeveer. Nou, dat betekent dat voor heel veel grondstoffen de levensduur, of de voorraden, te tellen zijn op twee handen, hooguit. Al deze grondstoffen hebben een eindigheidsdatum. En dat betekent dus dat we echt op een andere manier zullen moeten omgaan met de planeet. Dat je hier ziet, die gele lijn, dat is zeg maar in feite de maximale hoeveelheid fossiele brandstof, olie die we zouden moeten gebruiken, willen we beneden een mondiale opwarming van 2 graden blijven. Wat er gebeurt op dit moment is dat het huidige beleid die oranje lijn volgt. Dus dat er in feite veel meer wordt geproduceerd en daarmee ook veel meer uitstoot wordt geproduceerd dan de planeet qua klimaat eigenlijk aan kan. En als je het hebt over die rode lijn, dat laat zien waar de industrie graag op zou willen inzetten. En dat is een rampscenario waar uiteindelijk we bij een klimaatverandering zouden terugkomen. Die lijkt op Venus en dat is natuurlijk niet waar we naartoe willen. En dat vraagt om in de eerste plaats eens even in de spiegel te kijken. Dus te kijken van hoe komt het nou dat we onszelf zo klem zetten in een samenleving die niet anders lijkt te kunnen dan verder te gaan op de ingeslagen weg. Hè, we vergroenen de economie, maar we kunnen wel gewoon blijven functioneren binnen het systeem wat het mondiale kapitalisme feitelijk is. Een groeieconomie die we dan wat vergroenen en dan komen we ermee weg. Dus als we onszelf in de spiegel aankijken, dan zijn er een paar elementen die maken dat we onszelf zo klem hebben gezet. Dat individualisme heel diep is ingesleten in onze samenleving. Dat individualisme is een groot goed op het moment dat je het hebt over zelfontplooiing en de mogelijkheid om zeg maar te groeien als mens. En de optelsom van al die groeiende mensen zou inderdaad ook een steeds mooiere samenleving moeten opleveren. Anderzijds een samenleving als waar we nu in zitten, waarin individualisme de maatstaf der dingen is, is een samenleving die steeds verder verhardt, waarin mensen zich eenzaam voelen te midden van de massa's. En op het moment dat we zien dat het eigen belang, wat de allerbelangrijkste drijfveer is uiteindelijk voor het economische stelsel ook, zoals we dat hebben gecreëerd met elkaar, dat eigen belang leidt tot korte termijn belangen, maar niet tot lange termijn keuzes die verstandiger zijn voor toekomstige generaties, dan zullen we daar heel kritisch naar moeten gaan kijken. Dit theezakje maakt onderdeel uit van een heel web van relaties. Hij zit hem daar weer. En voordat het theezakje bij jou in het glas belandde, is er enorm veel input nodig geweest. Vanuit allerlei hoeken van de wereld zelfs. Energie, transport, maar ook voor het zakje en het labeltje en het touwtje en het nietje, daar zijn allemaal grondstoffen voor nodig geweest. En op het moment dat je uiteindelijk dan het kopje drinkt en dan ga je vervolgens naar de wc, heeft dat ook weer gevolgen. Het heeft dus altijd gevolgen. Er wordt altijd zo'n mooie driedeling gemaakt van je hebt planten, je hebt dieren en je hebt mensen. En samen vormen we de ecosfeer, de biosfeer. En die biosfeer, die creëert in evenwicht, creëert hij een plek waar je tot in oneindigheid een balans hebt. En dat is waar we uiteindelijk van los zijn gezongen en wat maakt dat we nu die disbalans hebben. We zullen weer ergens een nieuwe balans moeten zien te vinden. Zijn we dan misschien toch een heel ander soort, hele andere diersoort die nou eenmaal van nature zo is zoals we zijn? Wel nee, het is puur cultuur. Puur cultuur wat heeft gemaakt dat we in een situatie zitten waar we nu zitten. We hebben, voordat we goedkope olie vonden, 150 jaar geleden, hebben we een
heel groot deel van het overgrote deel van ons bestaan geleefd als jagers-verzamelaars. En als jagers-verzamelaars leefden we in die balans met de rest van de natuur. We waren onderdeel daarvan en we voelden ons ook onderdeel daarvan. Dat web van relaties was de levende aarde. Is de levende aarde natuurlijk, maar goed, in de beleving van ons allemaal, ook waar wij in deze streken vandaan komen, is dat altijd zo geweest. En toen veranderde er iets 10.000 jaar geleden. Hier in het, wat nu Irak is, daar ontstond een nieuwe cultuur. Er was een volk die hadden bedacht van, we hebben deze zaadjes en als we die nou in de grond stoppen, dan kunnen we hier ook een oogst van maken en dan hoeven we niet meer rond te trekken. Op het moment dat er een surplus is aan voedsel, dan kan de populatie groeien. Dankzij de agrarische revolutie 10.000 jaar geleden konden er dus op die plek op de wereld konden er steeds meer mensen op dezelfde plek wonen. Ook al was die plek, qua vierkante meters of kilometers, niet voldoende om die populatie in stand te houden. Daarvoor was landbouwgrond buiten het dorp of buiten de stad nodig. En naarmate de bevolking verder groeide, moest er meer land in cultuur gebracht worden. Want buiten dat gebied, buiten dat rode gebied, waar uiteindelijk die landbouw zich verspreidde, daar woonden de jagers-verzamelaars. En die zagen dus het leefgebied van dat rare volk die op één plek bleven wonen en hekjes om land heen gingen zetten en dat soort dingen, dat zagen ze steeds verder uitdijen. En in tijden van schaarste, als er honger was, dan, zoals je dat als jagers, verzamelaars, als normale doet, dan klop je bij elkaar aan en dan wil je het voedsel wat er is. Dus ze klopten aan bij zo'n dorp of bij zo'n stad en ze zeiden, we hebben honger, kunnen we wat van jullie eten krijgen? Nee, is van ons, wegwezen hier. Dat was het antwoord. En om dat antwoord kracht bij te zetten, werden er uiteindelijk soldaten ingezet. En zo dijkte die cultuur steeds verder en verder uit. En dat is in feite een proces wat nog steeds gaande is. Er groeiden dus steden, stadstaten, uiteindelijk werden het koninkrijken en uiteindelijk keizerrijken, wereldrijken. En het omvat nu dus in feite de hele planeet. En wat er toen gebeurde, zo'n 150 jaar, 200 jaar geleden, was de industriële revolutie. Een enorme versnelling van de productie dankzij die goedkope fossiele brandstoffen. Eerst kolen, daarna olie. Het heeft zo'n versnelling veroorzaakt dat eigenlijk sindsdien al die zaken die we nu kennen in een enorm snel tempo uit de grond gestampt werden. En het uitvloeisel daarvan was, wat het nu wereldwijd is, is dat de manier waarop die eerst dat dorp, die stad, die stadstaat, het koninkrijk, et cetera, steeds meer grond in bezit nam om middelen naar zich toe te harken, om de bevolking tevreden te stellen en te voeden, dat in feite nu een wereldwijd systeem is geworden. We doen het niet meer zo snel met legers, we doen het nu met het economische systeem wat is georganiseerd in de World Trade Organization. Je kunt een systeem niet veranderen met dezelfde manier van denken waaruit dat systeem is ontstaan. Je zult daar buiten moeten treden. Je zult op een andere manier buiten die kaders moeten treden om die verandering in gang te zetten. Zet een pen op papier en zonder de pen van het papier te halen mag je in vier lijnen al deze stippen met elkaar verbinden. Ja. Dit is de manier. En wat mensen vaak doen, is dat ze proberen om binnen de denkbeeldige kaders van die buitenste stippen te blijven. Maar de enige manier om deze punten met elkaar te verbinden, is ook buiten de kaders te treden. Het is precies wat we in het kader van Transition Towns doen. We hebben een willekeurige groep, of mensen die rond een bepaald thema bij elkaar komen. Of dat nou lokale energie is, of lokale economie, of educatie, of gezondheidszorg, of noem maar wat voor thema jouw interesse heeft. We roepen mensen bij elkaar die rond dat thema een gedeelde passie of zorgen of ideeën hebben. En wat we dus doen is dan vervolgens zeggen van, ga nu actief dromen over een toekomst waar jij warm voor loopt. En op dat moment ga je zeggen van, oké, en wat voor tussenstappen zijn er nou nodig om het op de menselijke maat, op het lokale niveau, gerealiseerd te krijgen. Terugredenerend vanuit die toekomst naar het heden, kleine tussenstapjes. En als je die tussenstapjes maar klein genoeg maakt, dan wordt het ook haalbaar.
En het is niet een idee wat op een bureau ergens is verzonnen, wat de overheid heeft verzonnen, of een bedrijf, of en waar het draagvlak onder geforceerd moet worden. Nee, het is het idee van de mensen die het betreft. En je kunt vandaag beginnen met de realisatie. En vooral, het is haalbaar omdat je het samen doet. Samen gaat dat makkelijker. En dat is precies waarom we op dat niveau inzitten. Dit is hoe Transition Town Deventer sinds januari 2009 is uitgegroeid met allerlei initiatieven en thema's. Maar in Deventer heeft dat geleid tot een hele reeks aan deelthema's die zijn opgepakt, waar weer relaties uit voortkomen, waar activiteiten uit voortkomen. En al die activiteiten, of het nou gaat over werken met een lokale munt, of dat het gaat over allerlei deelprojecten rond het eetbaar maken van het openbaar groen in de stad. Bij al die zaken in die buitenring, daar zijn samenwerkingsrelaties ontstaan. Ja, zoals dat met Transition Towns gaat trouwens, op het moment dat er een project is uitgevoerd of een succesvol initiatief is geweest, dan delen we dat ook altijd instant met iedereen die daar belangstelling voor heeft. Dus hè, we werken open source in het kader van samen delen in plaats van alles voor jezelf houden. Want het gaat erover dat we samen dat succes weten te maken. En met wat voor clubs zou je nou hier in Tilburg een samenwerking kunnen opzetten rond het werk wat Transition Towns doen? Vrijwilligers zijn het bloed en de botten van elk initiatief. Dit is bij uitstek een club waarmee Transition Town in allerlei vormen en maten zou kunnen samenwerken. Binnenstad Management Tilburg, dat klinkt heel heftig. Wat ik ervan begreep is dat een stadskern gaat over ervoor zorgen dat die binnenstad dat bruist, dat leeft. En dit vond ik een mooie aanleiding om even in te zoomen op de mogelijkheid om als Transition Town aan de slag te gaan met die lokale economie. Op het moment dat streekproducenten hun producten bij lokale winkels kwijt kunnen in plaats van dat het van de andere kant van de wereld komt, is dat winst. Een mooi initiatief wat op een professionele manier laat zien hoe je streekproducenten en consumenten dichter bij elkaar kunt krijgen. Dit vond ik ook een hele leuke. Studenten die bezig zijn om de universiteit te vergroenen. Nou, prachtige partner natuurlijk voor een Transition Town initiatief. IVN, natuurbeleving, is een heel belangrijke invalshoek als het gaat om de manier waarop je de natuur beleeft. Maar je kunt ook leren van die natuur. Een hele belangrijke invalshoek daarbij kan zijn het systeem van permacultuur. Een manier van ontwerpen van een eetbare leefomgeving waarbij de bottom line is dat je meewerkt met de natuur in plaats van daartegenin. Lokaal geld, ik heb het al even genoemd, dat is een andere manier. Een lokaal geldsysteem vervangt niet de euro, maar kan daar aanvullend aan zijn. Winkeliers kunnen daarmee adverteren. Zo van, nou, als je bij ons koopt, dan kun je ook met de lokale munt, de Tilburgse joepie, kun je ook betalen. Ik noem maar even wat. Kruiken. Ah, ja. Ouderen hebben bij uitstek heel veel ervaring, maar worden weggestopt achter de geraniums. Doodzonde. In heel veel landen en culturen zijn ze zeg maar het centrum van het dorpsleven, de bron van wijsheid en ervaring. En wij stoppen ze hier weg. De studentenvereniging. Nou, elke studentenvereniging heeft wel bepaalde activiteiten waar je als Transition Town iets mee kunt. Als het gaat om het eetbaar maken van het openbaar groen, een mooie kans. Hè, waarom zou je oneetbare planten in parken en plantsoenen hebben? Het kan net zo goed eetbaar zijn. Dan zijn er allerlei plekken die zich openstellen eigenlijk voor dit soort initiatieven. Verzamelplekken waar je mensen kunt ontmoeten. Soms is het nodig om zeker in een grotere stad de mensen op te zoeken in plaats van te verwachten dat ze naar je toe komen. Maar juist om op die verschillende plekken iets te doen, dat levert vaak ook weer nieuwe kruisbestuivingen op. Ten slotte de FONK, een club die gaat voor het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. En als er één ding is waar we als Transition Towns keen op zijn, dan is het om iedereen erbij te betrekken. Iedereen is deel van die oplossing en is niet zozeer een probleem, maar echt iedereen is nodig. En samen creëer je dan een web van relaties, lokaal. Een netwerk wat sterk en veerkrachtig is. En waarmee je een alternatief laat zien wat aantrekkelijk is en aantrekkelijker
dan een versplinterde, haastige samenleving die we aan het creëren zijn met elkaar. Ja.